Vinkeveners maken Vinkeveners wijzer. Zo begon het 40 jaar geleden. Het cursusproject Vinkeveen is uitgegroeid tot cursusproject De Ronde Venen en telt ieder half jaar zeker 500 inschrijvingen voor de cursussen. Het 40-jarige jubileum werd op vrijdag 5 september 2014 voorafgaand aan de cursusmarkt gevierd in de Boei in Vinkeveen. Met als hoogtepunt het uitreiken door de burgemeester van twee lintjes aan twee medewerkers van het project. Zonnetje gezet te worden.
Bijzondere start van jullie cursusseizoen, een jubileumjaar, 40 jaar, meer dan 40.000 mensen die al hebben deelgenomen aan de cursus in die hele periode. En oorspronkelijk Vinkeveen maakt Vinkeveen wijzer en inmiddels maakt Vinkeveen vanuit Vinkeveen de hele regio wijzer. Nou, dat is natuurlijk een enorm mooi feest. Ik zou willen vragen, ik zag hem al even staan, Albert Dekker om naar voren te komen. Albert Dekker, we kennen elkaar nog niet. En daarom ga ik ook over, maar ook omdat het iets officieels is, in de U-vorm. Maar ik denk dat je voor iedereen die Albert Dekker bent. Maar ik zeg, meneer Dekker, u bent sinds mei 1997 bestuurslid van de stichting Cursusprojecten Ronde Veen. Als cursusadministrator bent u het eerste aanspreekpunt binnen deze organisatie. Het cursusproject werd in 1974 bedacht en opgezet in 15 verschillende Utrechtse gemeenten. Doelstelling was kennisvermeerdering, maar ook bevordering van de sociale samenhang tussen oude en nieuwe inwoners. Iets wat destijds voor Vinkeveen een heel belangrijk aandachtspunt was. U wordt beschreven als een echt mensenmens. Mogelijk natuurlijk door uw persoonlijkheid en dat heeft u ongetwijfeld versterkt door uw studie psychologie. Iedereen is bij u altijd welkom voor een schouderklopje of een gesprek en zoals het hoort. Ze zijn niet alleen bij u welkom, maar u zoekt ze ook op als u ziet dat het nodig is. Boos worden of ruzie met iemand hebben, dat komt niet in uw vocabulaire voor. Met deze kwaliteiten bent u in het bestuur van het cursusproject, maar helemaal als cursusadministrator goed op uw plek. U bent het eerste aanspreekpunt voor mensen die informatie vragen of zich willen inschrijven. U bent een ideale communicator, dus binnen in het web. Ook wel, zoals dat dan vaak wordt weet, in wat ander taalgebruik, het oliemannetje van de organisatie. En zeker in de hectische tijden, zoals in januari en februari. Naast al de activiteiten voor de Stichting Cursusprojecten Ronde Venen, bent u al sinds 2000 secretaris van het bestuur van Museum Ronde Venen. U zet zich enthousiast in voor de vernieuwing en professionalisering van het museum en daarmee voor het behoud van het lokale culturele erfgoed. U bent ook daar een positieve en opbouwende kracht in het bestuur. Beknopt, snel, efficiënt. De notulen van de vergaderingen worden meestal dezelfde avond op ons gestuurd. Dat klopt ook. Kijk. Ook bent u sinds 1996 betrokken bij de stichting Vrienden van Museum Ronde Veen als secretaris. En ook hier zet u zich actief in voor de uitbreiding en restauratie van de collectie en steunt daar we nodig. Meneer Dekker, voor al deze werkzaamheden heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd om te benoemen tot lid in de Orde van Oranje. Snelle agenda's rondsturen, dat is een tip voor iedereen, dan vergeet je ook niet meer wat je in die notulen moet schrijven. Ja. Albert zei ook dat het een grote verrassing was, en dat hoort hier ook bij. En ja, in dat verband wil ik nog iemand verrassen, en dan moet je niet denken dat we daar nog meer komen, want Riem, jij bent hier al geweest, maar ik vraag je nog een keer om naar boven te komen.
En dan is het ook nu toch een beetje officiëler dan Rien, we zingen hier omdat je 60 of 70 bent geworden. 70 al. Maar het is nu het officiële moment. Tussen 1975 en 1980 was je al even de penningmeester van Stichting Cursusproject Ronde Veen. Maar omdat u ook al actief was in het bestuur van de bibliotheek en het stichtingsbestuur van de boei, trok u zich terug in deze functie. Desondanks bleef u het cursusproject ondersteunen met hand- en spandiensten, zoals bijvoorbeeld voor de kascommissie. Maar sinds 1995 bent u opnieuw betrokken geraakt bij het cursusproject. Uw vakkennis als ICT-specialist bleek zeer waardevol, omdat tot die tijd alles met de balpen of schrijfmachine werd genoteerd. Sinds 2000 zit u opnieuw in het bestuur en bent u verantwoordelijk voor de opzet en het beheer van de website voor alle cursusprojecten in de provincie Utrecht. Het beheer doen de andere cursusprojecten tegenwoordig wel zelf. U verzorgt ook het programmaoverzicht voor de lokale pers en u coördineert de zaalreservering in overleg met de boei. U bent een trouwe en bescheiden werker die altijd klaar staat om te helpen. Dat is wat andere mensen in u zeggen en herkennen en ook aan mij hebben doorgegeven. U bent een teamplayer met een tomeloze inzet voor de samenleving. Sinds 2006 bent u bestuurslid en vicevoorzitter van Museum de Ronde Veen. U bent haar een onmisbare kracht. Met de collectiewerkgroep heeft u gezorgd voor de volledige registratie en digitalisering van de museumcollectie. U zorgt momenteel voor de verhuizing van de collectie naar een nieuw museumdepot, waarbij alle objecten moeten worden ingepakt, verhuisd en uitgepakt, geregistreerd en van een nieuwe standplaats worden voorzien. Ook bent u vanuit het bestuur al jaren bezig met de verdere professionalisering van het museum door het Nederlandse deel te nemen aan verschillende werkgroepen die op dat moment nodig zijn en ook nuttig werk doen. Meneer Jongeren, het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En de eerste dag zeg ik altijd, mag ik het ook s'nachts kamen. Dus dat... Oké. Wie langer nog 35 jaar? Wie allemaal vanaf het begin? 1, 2, 3, 4, 5. Nou kijk, dan, ik hoop dat u het niet erg vindt, want nou moet ik gaan kiezen. Dames en heren, het cursusseizoen 2014-2015 verklaren wij je officieel voor open. Stangen, het is niet de eerste keer dat ik hier kom bij het cursusproject en met jou spreek. Nee, dat is al diverse keren geweest, ja. Nog steeds de voorzitter van deze groep. Hardwerkende vrijwilligers, hè? Ja, hele hardwerkende vrijwilligers. En zeker voor deze keer, omdat het nu ons jubileumjaar was. Precies, en daar kom ik natuurlijk speciaal voor. Ja. 40 jaar cursusproject. Ja. Vinkenveeners maken Vinkenveeners wijzers. De wijzer, de burgemeester zei het al. Ja. En ja, ik weet dat nog van het begin. Toen was het ook al zo dat daar gezegd werd, de Vinkenveeners maken de Vinkenveeners wijzer. Maar dat is zo uitgebreid. Ja, het is, we hebben zoveel cursussen er ondertussen bij gekregen. En het is natuurlijk niet alleen nu de Vinkenveeners maken, Vinkenveenwijzer, maar het is de hele Ronde Venen. En ver daarbuiten maken we mensen wijzer. En dat is wel, ja. En degene die de cursussen geven en het publiek dat hier komt. Ja, ja, het is mensen van buiten de Ronde Venen komen ook hier naartoe. Dus, ja, het is... Waarom zou dat nou zo zijn dat het hier zo populair is?
Ik denk dat we gewoon hele leuke cursussen hebben. We hebben leuke wandelingen, we hebben mooie museumtoursjes. Ja, er is van alles en nog wat. Dat moet het wel zijn natuurlijk. Hè? Ja, die variatie, hè, dat doet het hem. En er zijn natuurlijk toch af en toe wel nieuwe cursussen, hè? Ja, er zijn een aantal nieuwe cursussen. Dat is amuse maken, dat hebben we. We hebben een vervolgcursus op sterrenkunde. Wat ook heel erg leuk is. We hebben een lezing over Rusland, wat geheel nieuw is. Dan hebben we een slot Loevestein, dat is ook nieuw. Een rondleiding daar. Dus er zijn wel weer wat nieuwe cursussen en wandelingen. Wat... Maar heerlijk dat we dat hier kunnen doen in onze regio, hè, in Vinkeveen, in de Ronde Venen. Ja. Ja, er zijn nog meer evenementen. Volgende week, 27e, weet je dat? Ja, 27e is de historische vereniging, die is dan 30 jaar jubileum. En daar zijn wij ook aanwezig. Ja, vandaar dat ik het even wil noemen. Ja. Hè? Ja. Nou, heel leuk. Veel succes, veel inschrijvingen, maar dat zal wel weer lukken. Soms is zo het zelfs te zien wel, want er zijn al diverse cursussen helemaal uitverkocht. Ja. En sommige moeten zelfs, dan moet je een neef kopen, is heel jammer. Maar... Ja, ik wou zeggen, soms is het zelfs een record. Ja, ik denk, ik hoop het. Ik hoop het wel. Nee, dankjewel. Okay, nog veel plezier vanavond. Dankjewel. Ja, gewoon kneden. Ja, wat leuk. Wij deden dan na met kerst en dan heb je net gewoon zo'n klein. Dat is heel authentiek, traditioneel. Nou, een amuse, dat vrij vertaald uit het Frans betekent dat vermaak voor de mond. Het is eetlustopwekkend en zoals ik ze nu heb gemaakt zijn ze eigenlijk een beetje te groot. Is het te veel? Het moet eigenlijk nog kleiner. Het is om je eetlust op te wekken. Tegenwoordig krijgen we ze vaak als je bij een restaurant plaatsneemt. Krijg je een amuse aangeboden, maar eigenlijk hoor je het als tussengerechtje te krijgen. Als aanloopje op de volgende gang. 1 middag. En dan weet je het. En dan leer je alles. Om lekker te kunnen eten? Ja. Nou, dan denk ik dat veel mensen dat wel willen doen. Dat denk ik wel, want ik heb nog 2 plekjes. Nou, dat gaat dus goed. Dat gaat heel goed. Nou, ja. Leuk. Leuk even met je gesproken te hebben. En zo weet ik het dus ook, amuse bij de kerst natuurlijk is het ook fijn. Ik mag ook proeven, dat doe ik dan ook. Dankjewel. Het is een courgette amuse met geitenkaas en een beetje mayonaise. Jan van Veen, ik zie jou eigenlijk altijd bij de cursusmarkt, hè? Klopt, ik sta hier al, ik geloof al 5 jaar, ik weet het niet eens precies. Je staat met een fototoestel, ja. Niet zo'n kleintje. Digitale spiegelreflexcamera. En dat doe ik mijn fotocursus mee. De cursisten uit te leggen over de camera en fotograferen natuurlijk. Want daar gaat het om. Ja, nou is tegenwoordig zo, je hebt een klein cameraatje. Flits en je hebt een foto. Kan. Als je daar helemaal gelukkig mee bent, vooral doen. En, waarom doe jij dat nou niet? Omdat er nog zoveel meer is dan richten en schieten. Wat is er meer? Nou, compositie maken. Hoe breng je dingen in beeld? Hoe krijg je in beeld wat je ook echt wil? En hoe doe je dat? Hoe heb je je camera in de hand? Hoe kan je die instellingen goed krijgen? En dan vervolgens het plezier van het maken. En dat je er dan ook echt op krijgt wat je wil. En dat is eigenlijk een beetje de essentie van de cursus. En, het is alleen maar, het is niet alleen dat het knopje drukken dus. Hè? Zeker niet. Nee, het is echt een hele ontdekkingstocht van het beeld maken. Is het je hobby of beroep? Het is een uit de hand gelopen hobby. Ja. Ik heb fotoopleiding gedaan. Ik ben niet professioneel gaan werken. Maar ik vind het wel prachtig om het over te brengen. Bijna altijd zit mijn cursus vol. Nou, leuke waardering voor jouw hobby. Zeker, ja. Dankjewel. Graag gedaan. Nou, dan mag ik eens even bij de administratie aanschuiven. Ja, dat mag zeker. De hele avond wel druk, hè? Mag ik ook invoeren? Ja, we zijn ontzettend druk bezig geweest. De hele dag zelfs vanmorgen. Om 9 uur waren we hier al aanwezig. Nou, ik ga het niet invoeren. Ik zou niet weten hoe. Maar ik zie wel dat er nog heel wat gedaan moet worden. Ja, er moet zeker heel wat gedaan worden. We zijn bang dat we ook vanavond het niet helemaal redden met invoeren. Dat betekent dus alle mensen die hier zich hebben ingeschreven voor de cursus...
Die komen hier terecht, althans op papier, en dat vullen jullie in. En dat gaan wij invullen. En diegenen die al meerdere keren een cursus gevolgd hebben, die schieten dan vanzelf in beeld als wij hun postcode invoeren. Dus dat scheelt dan weer een stukje. Nou ja, goed, hoe dan ook. Er zijn er al wat ingevoerd, maar ik zie nog hele stapels liggen. Er liggen inderdaad nog een aantal inschrijvingen die ingevoerd moeten worden. Maar ik schat dat we zo 500-600 wel weer gaan halen. Ja, en dat is wat bij de andere jaren ook wel het geval was. Ja, dat klopt. Ja. Dus het is een geweldig project. Ja, er is ontzettend veel animo voor, hè? Ja. Nou, ik hoop dat je toch nog redelijk vroeg in je bed komt vanavond, ja, maar ik zie het somber in. Nou, het is morgen zaterdag, dan slapen we gewoon wat langer door. Ja, kan ook. Ja, doen we dat. Dankjewel, okay. En veel succes en nog veel plezier bij het cursusproject Vinkeveen. Dankjewel.